Hi, in deze video laat ik jullie zien hoe jullie zelf in Google Analytics een website-analyse kunnen maken om conversie op je website te verbeteren. Als eerst is het belangrijk om te gaan kijken voor wie je de website gaat optimaliseren. Om erachter te komen wie jouw doelgroep is, kun je naar het tabje doelgroep gaan en de verschillende informatie hier ophalen. Ga bijvoorbeeld naar demografie, overzicht. Hierin zie je dus bijvoorbeeld op deze site dat de meeste mensen die op de website komen, een leeftijd hebben tussen de 25 en 34 jaar. Hier kun je bijvoorbeeld dus je content op gaan afstemmen voor activiteiten die gericht zijn op mensen van 25 tot 34 jaar. Wat ook interessante statistieken zijn, is bij mobiel en dan bij overzicht. Hierin kun je namelijk zien wat de verhouding is tussen de verschillende apparaatcategorieën. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen mobiel, desktop en tablet. Op deze website zie je dus bijvoorbeeld dat de meeste mensen die op de website komen via een mobiel apparaat is. Nu weet je dus dat je je website moet gaan bekijken op mobiel en van daaruit je website-optimalisaties moet gaan doorvoeren. Vervolgens kun je gaan kijken vanuit welke kanalen het verkeer op je website binnenkomt. Dit doe je bij acquisitie, dan ga je naar alle verkeer en dan naar kanalen. Hier kun je interessante informatie vandaan halen. Kijk bijvoorbeeld naar welke kanalen het meest verkeer binnenhalen. Of kijk daarnaast ook naar het bouncepercentage. Waar is die het hoogst en waar is verbetering mogelijk? Vervolgens is het interessant om te gaan kijken wat het gedrag van jouw website verkeer is. Hiervoor ga je naar het tapje gedrag, sitecontent, alle pagina's. Nu krijg je de top 10 te zien van de pagina's die het meest verkeer ontvangen op jouw website. Kijk dan vervolgens naar de gemiddelde tijd op de pagina, de bounce percentage en het uitstappercentage. Als je bijvoorbeeld dan ziet dat de gemiddelde tijd op de pagina heel laag is, het bounce percentage en het uitstappercentage heel hoog, dan weet je dat die pagina's geoptimaliseerd moeten worden. Onder het tapje gedrag kun je ook naar de gedragsstroom kijken. Hierin kun je zien wat de vervolgpaden zijn van een websitebezoeker. Wil je bijvoorbeeld weten welke pagina mensen na een bepaalde pagina bezoeken, dan kun je een bepaalde pagina selecteren. Zoekverkeer via dit punt markeren en dan zie je dus dat de meeste mensen van de verzamelpagina uh, met Campings met Honden vervolgens doorgaan naar uh, Zuid-Holland Weergoors Park. Dus dat is een bepaald parkpagina. Nu kan je bijvoorbeeld, omdat je dit weet, op de Honden campingpagina een top 3 maken van campings, waarin je dus weergors op nummer 1 zet. Hierdoor stimuleer je het aantal kliks naar die pagina. Het is natuurlijk ook heel belangrijk om je conversies bij te houden. Dus de doelen die je hebt ingesteld in Analytics kun je hier terugzien onder het tapje Conversies, en dan bij Doelen, en dan Overzicht. Hier linksboven kun je een selectie maken uit de verschillende doelen die je hebt opgesteld binnen Google Analytics. En dan kun je je conversiepercentage in de gaten houden. Stel, je hebt bijvoorbeeld vier stappen in het boekingsproces voordat de websitebezoekers hun boeking kunnen voltooien. Dan kun je dit instellen bij je doelen. En dan kun je vervolgens naar trechterweergave gaan. En dan kun je bij online boeking het hele proces zien. Uh, en je kunt dus zien hoeveel mensen er per stap uitstappen. En op die manier kun je dus zien welke stappen je kunt optimaliseren. Dus als het uitstappercentage heel hoog is, dat betekent dat die pagina's geoptimaliseerd kunnen worden.